Is bedacht door de grondlegger, de oprichter van Beeldend Gesproken, Loni Verkerk. Dat was in 1992. Wij zijn een kunstuitleen voor kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Dat maakt ons heel speciaal. En in een psychiatrisch ziekenhuis Zandpoort in Bloemendaal, wat nu niet meer bestaat, daar zijn wij ontstaan. Eigenlijk omdat daar in creatieve therapie, wat in veel GGZ-instellingen gegeven wordt, mooi werk gemaakt werd, omdat er kunstenaars opgenomen waren ook. En toen die kunstenaars ontslagen werden, beter waren en dus naar huis konden, toen bleven ze hun werk brengen, omdat ze via de kunstuitleen hun werk de wereld in brachten. En dat ging eigenlijk daar in Bloemendaal eigenlijk best wel succesvol, maar echt een doorstart heeft Beeldend Gesproken gemaakt toen wij van Zandpoort werd gesloten en Beeldend Gesproken hier in de Borgerstraat in de Kinkerbuurt terecht. Iedereen heel hartelijk welkom, familie, vrienden van Stefan, vrienden van Beeldend Gesproken en alle andere mensen die hier aan zijn komen lopen. Gaat het over de eenzaamheid van mensen? Ja, het individualisme. Dus het soort solitair bestaan in een grote drukke stad. Dus dat vind ik altijd wel een fascinerend gegeven. Ja, dat is wel echt een rode draad in jouw werk. Stefan heeft gestudeerd in Limburg, hè? Modevormgeving. Wat we ook, vind ik, veel terugzien in veel van jouw schilderijen. Ja, klopt. Waarin je erg veel aandacht besteedt aan, aan kleding. Hè? Ja. En, heeft dat met jouw modeopleiding te maken? Ik vind stofuitdrukking altijd fascinerend om te kijken of het me lukt om weer te geven. Vind je echt een uitdaging? Ja. Oh, ja. Ja. Daarentegen is vaak een gezicht, zoals bij dit werk bijvoorbeeld, helemaal afwezig. Ja. Hoe zit dat? Het gaat dan over de anonimiteit van, van de, het individu. Mm-hmm. Daarachter, wat ook op de uitnodiging stond, dat is een zelfportret, hè? Ja. Zo heet het ook. Ja, ik zit dan in, of ik heb mezelf afgebeeld in een glazen kubus met water. Ook eigenlijk hetzelfde verhaal, dat ik mezelf isoleer van de rest. Ik denk dat gewoon het mooiste is wat je kan hebben als kunstenaar. Dat de toeschouwer volledig met al zijn vezels kan voelen wat er gaande is. En ik heb het gevoel dat ik dat kan, dat ik daar naartoe kijk. Ja. Het plan wat ik had om tekeningen te maken over mannen en over is eigenlijk een plan, een idee wat ik al een hele tijd had. Ja. Betekent dat je speciaal voor deze tentoonstelling bent gaan tekenen? Is het speciaal voor deze tentoonstelling ook gemaakt? Een aantal werken wel. Ja, ja. En een aantal werken die waren al klaar. Ja. Ik las de uitnodiging en dat boeide me heel erg. Ja. Want je zei, de mens is in frictie met zijn leefomgeving. Ja. Wat bedoel je daarmee? Thuis, als je wakker wordt en je staat op en je gaat, je wordt gebeld en neem de telefoon op, dan pas je al meteen je aan de situatie en met degene waarmee je spreekt. Of als je naar de deur uitgaat en je gaat naar de winkel of maakt niet uit wat, dan kom je heel elementair gezegd je soortgenoten tegen. En er ontstaat toch altijd een vorm van interactie. Maar ook wrijving en frictie. Dus door bijvoorbeeld, omdat ik veel het menselijk lichaam teken en schilder, dat je dan bijvoorbeeld de handen vergroot of het hoofd vervormt. Of dus in ieder geval bepaalde gedeeltes deformeert. Om daar extra accent op te leggen. Om dat te benadrukken, om het element van vervreemding op die manier uit te drukken. Ja.
weer te geven. Ik zie vaak dat als je vervreemd bent van jezelf of van je eigenlijke spil of passie, dat bepaalde uiterlijke vervreemdingen die in de eerste blik zo lijken te zijn, mm-hmm. vaak meer die oorsprong hebben in, bij het individu zelf. Omdat iemand die zogezegd lekker in zijn vel zit, die voelt heel anders aan dan iemand die zijn functie krijgt opgelegd of en zo op die manier door het leven gaat. Huidsherinnering. Kan mijn rug gewelfd zijn door het slapen van een ander? Mijn hand verwrongen en ontwricht, ingesloten in de hand van een ander. Mijn lichaam vergroeid en onttakeld. Iemand zei dat in mijn huid te lezen viel wie mij heeft beroerd. Dat op iedere plek, door lippen gekust, een stigma rust. Plaats vergaan voor een ander. Ik heb mij overgegeven aan het verdrinken van het brein, het ongeacht willen samen zijn. Liederlijke verzen gedeclameerd, van daken gesprongen en nu wil ik mij inkapselen in jouw huid. Verdwijnen in dat grote orgaan. En herinnerd worden door de nieuwkomer die jou kust. Want pas in algehele overgave ken ik mij bevrijd. We zijn op de expositieopening van mijn oom, Stefan B. Reiziger. Dat is de jongste broer van mijn vader. En hij is beeldend kunstenaar. Hij maakt tekeningen en schilderijen voornamelijk. En vaak van het individu, van de mens. En ik heb daar net poëzie voor gelezen ter ere van de opening. Ja, en je zei ook van er is een verwantschap. Niet alleen dus een familieband, maar ook een intellectuele en een creatieve. Ja, dat klopt. Het is heel raar. We spreken niet af. Maar we merken heel vaak dat wat hij schildert heel erg aanslaat op wat ik schrijf. Bijvoorbeeld, hij heeft het heel vaak over fysieke vervorming. Hij heeft veel portretten van het individu. En ik heb ook in mijn poëzie, dus heel erg lijfelijk. Het is heel erg over één persoon. Poor man's work, too different from the others. Een thema waar ik van hou, net als de kunstenaar zelf, is het op jezelf zijn en proberen te genieten, maar door te kijken naar de wereld, net als zijn kunstwerk. Mm-hmm. En daar schrijf ik wel veel over. Het alleen zijn. Het alleen zijn. Ja. Ja, uiteindelijk zijn we zelf de bron van alles. Precies. En ik geloof ook dat als je het zelf naar je zin hebt, dat je het met anderen ook naar je zin kunt hebben.